Hartelijk goedemiddag, live video Kamphuis Makelaars. Vandaag niet te missen de Fazant en het huisnummer is 30. Ja, dat is een gaaf huis. Goeie plek. Kijk, ruim opgezet, de oude bomen, parkeren ruim voldoende. Ja, en een heel gaaf huis. Met veel trots bewoond. En nog steeds, maar op dit moment hebben wij de opdracht van de eigenaar gekregen. Even de hoed te vegen om een nieuwe koper te vinden. Daar zijn we natuurlijk super trots op dat we dat mogen doen. En dan weet je het. Dan begin ik met een live video om je gelijk maar eens een beeld te geven. Van hetgeen je kan verwachten als je met mij, met Paul of met Sander komt kijken. Ja, wat kun je dan verwachten? Hele gave keuken. Uitstekende serre. Tuin op Zuid, zonnepanelen. Ik ga het je allemaal laten zien. Maar eerst maar eens even naar boven. Hey, je hebt gezien dat we de woning op Funda hebben gezet voor je. Foto's zijn toegevoegd, plattegronden idem dito. En deze video die ik nu live via Facebook stream, ga ik er natuurlijk bij opzetten voor je. Zodat je in alle rust nog een paar keer terug kan kijken. De tweede vaste trap brengt ons naar de zolder. Twee dakramen zorgen daarbij voor het licht. Een zolder is hier ingericht als werkplaats, hobbyruimte, knutselkamer. Maar kan natuurlijk perfect dienst doen. Als slaapkamer, kantoor, thuiswerkplek, geef het een benaming. Dat wil allemaal prima. Mooie rustige buren, aan de achterzijde kom ik zo meteen. En hier de techniek. In de vorm van cv-ketel. De omvormer. En de natte groepen hier voor het witgoed. Mooi afgebakend, perfect weggewerkt. En voldoende bergruimte over. Drie slaapkamers op de verdieping. Dit is de kleinste, met respect bedoeld en gezegd. Met een kast. En je ziet het, echt goede werkplek. En misschien wordt het wel babykamer, ik heb geen idee. Maar deze functie kan hij perfect hebben. Schuine kanten goed voorzien. Een grote dakramen, dus lekker veel licht. Hoofdslaapkamer zit hier. Uitgevoerd met airco. Ik kom je dan een keer met mij, met Paul of Sander kijken. Alle details van dit huis, stookkosten, de opbrengst van de panelen. Geef het een benaming. Die gaan we natuurlijk allemaal met je delen. Om je een uitstekend idee te geven van jouw nieuwe huis. De kastenkamer. Ruimte genoeg als het criterium bed-kastbureau is. Ja, dat is fijn, hè? Stekende inloopdouche. Het regenkop. Toilet, hier het wastafelmeubel. Netjes doorbetegeld. Natuurlijk radiator. Keurig verzorgd. En zoals Kielijn het al zei, met veel liefde is hier gewoond. En nog steeds. Maar nu wordt het tijd voor de volgende stap. Om je te oriënteren, precies. Dan zit hier het toilet beneden. En dezelfde stijl als de badkamer. Netjes betegeld. Keurig voorzien. Keuken aan de voorzijde. De keuken zit alles op aan en in. Voor nu laat ik de kasten even dicht, hè? Dat ben je gewend. Maar kom je nou een keer met mij, Paul, inderdaad, of Sander kijken. Gaat die natuurlijk voor je open. En je ziet de zon al lekker binnenkomen. Hè? Dat is het mooie van die serre. Dat is het mooie van een tuin op Zuid. Een heel licht huis. En hier met de eethoek zo. Prachtig veel ruimte. En je zit mooi vrij, hè. Prima ligging. De schuur, die sla ik even over. Die hou je te goed. Kom je kijken. Je mag de zwembroek bijnemen, zeker, natuurlijk. En hierachter, voetpad. Om te komen en te gaan, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, dat is je groene achterbuurman met de oude bomen. Dit is jouw nieuwe huis. Van harte uitgenodigd om met ons te komen kijken.
Onze agenda's zijn beschikbaar. En zoals gezegd, hè, kom je kijken, gaan we je alles vertellen. Wanneer de sfeer is aangebouwd. Het rendement van de panelen. Bouwjaar, ketel, dat soort zaken. Wanneer de keuken is aangepast. Maar voor nu hoop ik dat je een eerste indruk hebt. En dan dank je voor het meekijken. Wens ik een hele toffe dag. En heel graag tot ziens hier. En anders bij de volgende live video van ons kantoor. Ik wens je een leuke dag.